Wat als je een exacte kopie van de zonnebloemen van Van Gogh bij jou in huis zou kunnen hangen? 3D-scanners en 3D-printers zijn nu zo goed dat dat inmiddels kan. Ik onderzoek wat het belang is van 3D-printen voor de kunstwereld. Kan deze technologie ons helpen om beter te restaureren? Of is het juist de nachtmerrie van elke oude meester? Ja, zeker kan dat. Maurits Huis verkoopt bijvoorbeeld kopieën van Het meisje met de parel. Die zijn niet bepaald goedkoop en ze kosten 1000 euro, maar toch vliegen ze als warme broodjes over de toonbank. Maar het grappige is juist dat mensen eerst naar het museum willen gaan om het echte werk te zien en dan vervolgens besluiten om een 3D-reproductie in huis te houden. Dus ik denk niet dat we nog zo krampachtig hoeven te zijn over kopietjes van kunstwerken. Ik denk juist dat ze in het voordeel van het echte kunstwerk kunnen werken. Onder andere, ik ga vaker met mijn scanner naar musea toe waar ik schilderijen inscan die toe zijn aan restauratie of aan materiaalonderzoek. Want mijn scanner die kan heel makkelijk het oppervlak, de kleur en de glans meten. Als we die informatie combineren met informatie uit andere scans, dan kunnen we het schilderij perfect namaken zoals het uit de studio van de kunstenaar kwam. Maar het gekke is dat wij dat waarschijnlijk helemaal niet mooi zouden vinden, omdat wij gewend zijn aan in feite een ruïne van hoe het werk ooit was. Ik wil niet alleen het technische deel onderzoeken, maar ik wil juist weten hoe mensen tegen kunst aankijken. Want wordt kunst minder interessant als we het steeds meer kunnen kopiëren? Of is het juist heel erg makkelijk dat we een reproductie kunnen maken in plaats van fragiele kunstwerken de wereld over te laten reizen? Dat probeer ik te onderzoeken door middel van interviews en door tentoonstellingen te organiseren. Ja, van kind af aan was ik altijd al aan het tekenen en aan het schilderen. En ook op de middelbare school vond ik naast de talen en filosofie kunst ook echt het meest interessante. Maar eigenlijk wilde ik altijd tattoo artist worden. Dus het verbaasde me heel erg dat ik uiteindelijk in de wetenschap ben terechtgekomen. Maar ik moet zeggen dat het onderzoek onwijs goed bij me past. Omdat het echt de perfecte combinatie is van en kunstgeschiedenis en technologie. En voor mij is dat de perfecte plek om te kunnen ontdekken, maar ook meer grip te krijgen op het verleden. Nee, voor mijn onderzoek niet, want normaal gesproken moet ik scannen in een donkere ruimte. En omdat de musea dicht zijn, kan ik in feite mijn scanner op zaal zetten en elk schilderij inscannen dat ik wil. Daarnaast is er ook een realisatie bij musea gekomen dat ze door de coronacrisis mensen op een andere manier moeten bereiken. En daar leent deze technologie zich heel erg goed voor. Maar hopelijk is het toch allemaal wel weer voorbij, want mijn leven is echt wel wat saaier nu. En kan ik weer de ijsbaan op, want dan kan ik heel goed mijn hoofd leegmaken en verder denken.